En dan, hij is wetenschapsjournalist bij de Volkskrant en schrijft al ruim 2 jaar onvermoeibaar over corona. Hij strijdt tegen misinformatie en onlangs werd hij verkozen tot journalist van het jaar. Vlak boven grote namen als Luc Ikink en Rob Hadders. En vlak boven lange namen als Jeroen Kijkendevecht en Elke Bos van Rosenthal. Ik ben heel trots dat hij hier is. Dames en heren, geef hem een groot applaus. Maarten Keulemans! Wat leuk dat je er bent. Ik mag je geen hand geven, geloof ik. Hè? Nee, ja, dat zou jij moeten weten, toch? Nou, eigenlijk, dat handen geven, dat is wel een dingetje. Eigenlijk zou ik het wel aandurven, hoor. Oh ja? Ja, zeker. We zijn zeker. Weer terug inmiddels. In de vakliteratuur is er 1 voorbeeld van iemand die besmet is geraakt. Waarschijnlijk door via handcontact. Nee, die debunk zo, bam, bam, bam. Ik ga meteen los, Arjen. Wauw. Het was iemand die werd gefilmd met een camera in de lift in China. En iemand kwam in het lift in, die snoot zijn neus in zijn hand. Zat aan die liftknopjes. Toen kwam iemand anders binnen en die ging ook aan die liftknopje zitten. En die ging toen, ja, je gelooft het niet, maar het is vast slecht op de camera. Die ging toen met die hand ging die iets tussen zijn tanden vandaan halen. Oh, slim. En dat staat bekend in de literatuur. En dat is de reden waarom we al 3 jaar lang krankachtig, 2 jaar, hoe lang is het al? 3 jaar, 6 jaar lang. Hey, jij bent niet zo vaak op televisie, toch? Nooit. Nee. Eigenlijk. Maar ben jij niet zo van de talkshows? Of wat is, waarom sla je dat vaak af? Ja, weet je, het heeft een paar redenen. Ik vind het eng. Ik ben nu ook best wel gewoon zenuwachtig. Ja. Camera's, tv en zo. Ah. En het andere is van, ja, wat heb je nou als journalist eigenlijk te zoeken in de talkshows? Ik vind als het over coronavirus gaat, dan moeten daar gewoon corona-experts zitten. En als je journalist heb ik daar natuurlijk niet zo heel veel over te vertellen. Behalve dat ik er gewoon over schrijf en de virologen ken en ze spreken en zo. Ja, maar je bent wel de journalist van het jaar geworden. Dus... Ja, dat vind ik wel heel erg tof trouwens. Dus... Ja. Ja, vind ik ook heel erg tof. Ja. En terecht. En is het trouwens de eerste prijs die je ooit hebt gekregen? Nou, ik heb wel eens een keertje, toen ik nog kind was... Heb ik een stripalbum gewonnen. Van Storm en Roodhaar. Ik weet het nog goed. Wat dus, leuk. Ja, dus dat was, die staat naast jou, naast het journalist van het jaar. Ja, die staat ingelijst opgehangen. Dus, ik moet zeggen, ik ben ook wel genomineerd voor een prijs. Ik ben genomineerd voor de Anton Mussert prijs. Oeh. Ja. Dat moet je aan. Er zitten allemaal mensen in de zaal. Die zijn allemaal jonger dan 19. Die weten niet wie Anton Mussert is. Het is niet vlijend. Nee, het is niet vlijend. Dat is de NSB-man, ja. Anton Mussert. En het was wel grappig. Was eigenlijk vlak nadat ik te horen had gekregen dat ik journalist van het jaar zou worden... kreeg ik dus het mailtje van... ja, je bent genomineerd voor de Anton Mussert Award. Maar wie doet dat dan? Dat zijn de protestbeweging. De mensen die corona ontkennen. Die zeggen van er is helemaal niks aan de hand. Nooit iets gebeurd. En ik ben natuurlijk van de mainstream media. Ja. Dus ik wegens meeheulen met het regime... ben ik genomineerd voor de Anton Mussert prijs. Ah, en ik hoop wel, ik heb ze wel ook teruggemaild... van ik hoop wel op een hele leuke gala prijs. Dus jij zal ook wel voor tribunalen gaan verschijnen, neem ik aan? Ik ben bang dat ik daar... Dan zie ik je daar, want ik ook. Dus dan, wordt gezellig. Dan kunnen we samen heen rijden. Precies. Ja. Hey, jij schreef als een van de eerste ook over COVID-19... Zo noemden we dat nog toen. Ja, precies. Hoe kwam jij op het spoor? Nou, er was een nieuw virus opgedoken ergens ver weg in China. En een hoogleraar coronavirologie die ik ken, die mailde mij toen op een gegeven moment van... joh, Maarten, het is weer coronavirus een tijd met een smiley erachter. Oh. Nou, de goede man heeft er wel een beetje spijt van gekregen later. Maar toen ben ik met hem gaan praten. En dat werd een stukje helemaal achter in de krant op pagina 238 onderaan. Van er is een nieuw virus. En dan hebben we het over december 2019? Nee, dat was wel januari. En heel grappig waren ook... ik ben toen ook gaan bellen met het RIVM. En daar zeiden ze van, niks aan de hand. Dit wordt, de laatste gevallen zijn eigenlijk al... Het is alweer op zijn retour. En dit gaat wel goed. Wauw. Dus, maar het is anders gelopen. Ja. Hey, en jij wordt door de jury van die prijs werd je geprezen... omdat je ook altijd uit enthousiasme het debat aan durft te gaan. Dat doe je vooral op Twitter. Ja. En soms in de studio van een soort complotzender heb ik je keer zien zitten. wat vind je daar leuk aan? Debatteren met complotdenkers? Ja, dat weet je. De meeste complotdenkers, dat zijn gewoon aardige mensen. En bijvoorbeeld, ik ben toen bij Café Wildschmerz. Dat is zo'n complotkanaal. Ben ik in debat gegaan met een man. Dat is een heel aardig man. Een man die ik gewoon een biertje zou drinken. Ja. Ik denk als, weet je, je hebt gewoon 2 soorten mensen. Je hebt mensen die je voor je kat zou laten zorgen als je op vakantie gaat. En mensen die je dat niet zou laten doen. Ja. De categorie die voor mijn kat zou mogen zorgen... Zo deel jij de wereld in debat gaan, zeg maar. Ja. En ik vind het wel belangrijk, ook gewoon niet zozeer... omdat ik nou echt de gestaalde complotdenkers ga overtuigen. Maar wel de meekijkers, hè. We leven in een tijd dat, jij hebt dat heel mooi de fabeltjesfuiken genoemd. Mm. Als je gewoon op internet een beetje gaat kijken van ivermectine, om eens wat te noemen. Dan vind je al snel van, dat is een middel wat ontzettend goed helpt tegen corona. Ja. Maar het mag niet worden voorgeschreven op last van de, het Wereld Economisch Forum, noem het maar op. En ik vind het wel belangrijk om dan gewoon toch uit te leggen van, wacht eventjes, hoe zit het in elkaar? Hoe zit het echte verhaal in elkaar? En ook uit te leggen
hoe we tot kennis komen. Ja. Dat is wel iets wat we een beetje vergeten. Ja, maar dat is natuurlijk hoe komen wetenschappers tot hun inzicht? Hoe komen wij tot onze artikelen? Ik vind het wel belangrijk om uit te leggen. Ik zou dat ergens... Ik bedoel, ik weet het antwoord ongeveer wel. Maar ik denk wel dat het ook ergens een terechte vraag is van mensen. Die zeggen, nou, je hebt de mensen die zelf gaan zitten YouTuben en die doen onderzoek. En die zijn geen viroloog, maar die denken de waarheid te hebben. Jij bent ook geen viroloog. Nee. Jij doet ook onderzoek en je denkt ook de waarheid te pakken. Maar wat maakt dat anders? Kun je dat uitleggen, wat het voor journalisten anders maakt? Wat het voor mij anders maakt, is dat ik gewoon de waarheid ook niet in pacht heb en daar ook heel open over ben. Ik ben niet iemand die gaat roepen van, jongens, zo zit het. Ja, eerlijkheid, dat is wel een beetje... Ja, want vlak voor corona heb je ook al een keer het RIVM gedebunked, heb ik begrepen. Dus toen wisten wij nog allemaal nog niet eens wat het RIVM was. Nee, ik eigenlijk ook niet, maar... Wat was er aan de hand toen dan? Nou, dat was het verhaal, dat is toen best wel in het nieuws geweest, dat je van het kijken op je telefoon, dat je daarvan van het blauwe licht van je scherm, dat je daar slecht van zou slapen. Ja. Was toen gebleken uit onderzoek van het RIVM. Heeft allemaal het nieuws gehaald. En toen ben ik eens goed in dat onderzoek gaan kijken. Want weet je, dat doen wij als wetenschapsjournalisten. Dan gaan we gewoon zo'n onderzoek zelf erbij pakken. En dan gaan we in de grafiekjes kijken en narekenen en zo. En toen bleek eigenlijk, er waren ook allemaal deelgroepen die gewoon wel degelijk sliepen als een baby na het kijken op hun telefoon. Ah. En mensen die hadden tv gekeken, nou, die vielen echt voor de tv in slaap en zo. Dus die zaten er ook allemaal in. Ah. En wat blijkt nou, het was eigenlijk één groep die gewoon echt wakker bleef van die telefoons. En dat waren tieners. Nou, wat doen tieners nou op die telefoons? Die zitten s'avonds laat, zitten die games te doen en Netflix te kijken en te appen en zo. Ja. Ja, daar word je natuurlijk heel druk van in je hoofd. Oh. Dus dat heeft helemaal niks met het blauwe licht te maken. Het was meer is een soort geleerde manier van zeggen van, joh, doe die telefoon nou even weg en ga slapen eigenlijk. Dus dat is... Toen heb je het RIVM gedebunked. Toen heb ik het RIVM, dat vonden ze niet zo leuk. Nee. Maar nou ja, dat hoort er ook bij. Wat goed. Dus jij zegt eigenlijk, laten we dat even wel hebben, dat je dus in principe prima gewoon s'avonds met blauw licht televisie kan kijken. Laten we zeggen tussen 22:50 en 22:45 s'avonds bij NPO 1. Ja. Eigenlijk wat jij aanraadt. Ja, maar het is ook belangrijk dat je dan wel naar Wim Voermans kijkt. Dan slaapt heel goed. Ja, als die... Als die er is. Hey, vrijdag worden alle maatregelen losgelaten. We zitten hier nu natuurlijk alweer met een grote gezelschap. Hoe kijk je er tegenaan? Op tijd? Te laat? Precies goed? Je weet het niet. Ja. Is dat interviewtechniek? Precies goed. Allemaal... Ja, ik bedoel... Ja. Ik moet het ook nog leren. Het is natuurlijk altijd te laat in de zin van... hadden we het maar eerder losgelaten. Maar dat weet je pas achteraf. En ik denk wel, het wordt spannend hoe het nou weer verder gaat. Want je maakt je nog wel zorgen? Nou ja, zorgen maak ik me niet zo snel. Maar ik denk wel van... ik heb ook kaartjes voor concerten weer gekocht. Ik durf het allemaal weer aan. Ga je heen? Maar over een jaar zitten, dat weet ik niet zo goed hoor. Waar welk concert gaat Maarten Keulemans, journalist van het jaar, heen? Ik ga naar Low in Paradiso. En ik ga naar Grauzone in Den Haag, een festival. Leuk. Naar de muziek. Ik sta in het knikken alsof ik weet waar het is. Maar we gaan er samen staan knikken bij zo'n optreden. Yes. Maarten, jij gaat weer terug naar je vleermuizenboerderij, denk ik. Zeker weten. Zullen we gewoon afspreken dat jij gewoon vanaf nu elke keer, elke pandemie een keer bij ons langskomt? Dat lijkt me fantastisch. Oké, dankjewel. Maarten Keuleman. Wow, dat was best wel een lange TikTok-video. Kan jij nog langere video's aan? Kijk dan de hele uitzending van de avondshow met Arjen Lubach op NPO Start.